Ik vind het heel erg leuk om naar musea te gaan met klas, want dan krijg je heel veel werkbladen mee soms. En dan denk je van ja, dat is niet leuk, maar daar kan je heel veel dingen over de schilderijen daarvan ook opschrijven en dan kan je daar nog van leren. Wat ik mooi vind aan schilderijen is, je ziet eerst een beetje gekras en gekladder. En als je er dan langer naar kijkt, dan zie je iets heel moois erin. En als je geen geduld daarvoor hebt, dan loop je er gewoon bij weg en dan zie je eigenlijk dat mooie niet. Ik had gemerkt dat door de dramavakken en door de kunstvakken die we krijgen, dat ik steeds meer durf, zeg maar, met drama. Dan eerst was het altijd van, oh, ik durf het niet en nu wil ik heel graag al die dingen voor de klas doen. Vorig jaar hebben we 2 peilingen uitgevoerd, dit jaar ook weer, maar vorig jaar zat dan kunstzinnige oriëntatie erin. En nou, precies op het goede moment, veld is in beweging, instellingen die zich met kunst en cultuur bezighouden ook. Ik hoop dat de peilingen nu een bijdrage gaan leveren aan die brede discussie, zodat het onderwijs op een hoger pijl komt. Als je kinderen creatief laat nadenken en creatief laat werken en creatief laat verven, dan geeft dat allerlei mogelijkheden om later in je verdere leven naar oplossingen te zoeken. Anders te denken dan een ander. Omdat je gewoon geleerd hebt in meer mogelijkheden na te denken. Wij hebben een kunst- en cultuurcoördinator, Rosamin Pothof. Die krijgt er uren voor, elke week een aantal uur. Zij haalt vanuit allerlei methodes, methodiek, een tekenmethodiek, een handvaardigheidsmethodiek, die hapklaar is voor leerkrachten. Leerkrachten weten als ze zo'n les gaan doen gelijk, ah, daar kan ik mijn filmpje halen, daar kan ik denkvragen over stellen, dit kan ik de kinderen laten doen. Nou, ik vind drama heel erg leuk en beeldend, want bij drama kan je een beetje gek doen ook. En beeldend kan je lekker knutselen en dingen maken. Ik ga ook veel leuker naar school en dan ga ik heel goed werken ook om naar drama te kunnen. Ik wil later bij mijn vader werken en dat is een stukje door. Ik zou advocaat willen worden. Als advocaat helpt drama je om zeg maar alles gewoon te uiten, je gevoelens, een beetje wat diegene zei tegen jou, dat je dat dan ook verwerkt, zeg maar, in je emoties en dat je dat dan weer uitstraalt, een beetje. Wij vinden de onderwijs- en de cultuurvakken essentieel voor hoe wij als wegwijzer zijn. Wij hebben ingezet op de talenten van de mensen die hier al op school werkten. Gekeken, waar heb jij affiniteit mee? Waar ligt jouw hart? Is dat bij beelden, bij muziek, bij drama, bij dans? En die mensen hebben we bij de groei van de school langzamerhand steeds meer vrij kunnen roosteren van het gewone werk voor de klas. En die geven nu door de hele school het vak waar hun hart ligt. Ik vind het belang van de cultuurvakken ook wel dat kinderen creatief leren denken. Waarbij je ook creatief kunt zijn bij het oplossingen bedenken, niet alleen maar bij zaakvakken, maar ook bij rekenen en taal. En ik ben ervan overtuigd dat welke populatie je ook op je school hebt, dat je altijd met cultuureducatie aan de gang kan gaan. En natuurlijk, dan ligt de lat hier misschien wat op deze school wat hoger. En kun je al van een bepaalde basiskennis uitgaan. Maar op elke school kun je daarmee aan de slag. En nogmaals, ik denk dat elk kind daar heel blij van wordt. Ongeacht welke achtergrond hij of zij heeft.